Ja, we willen jullie graag meenemen in onze aanpak van de werkplaats omgevingsplan. Welkom allemaal. Werkplaats omgevingsplan Oud-Hoensel hebben we het hier genoemd. Specifiek een deelgebied in Eindhoven waar we ons hebben gericht met het opstellen van een omgevingsplan. Nou, ik doe dit samen met mijn collega Irina. Misschien Irina, dat jij nog even jezelf laat zien. Dat zien Ja, mensen nog niet. doe ik. Ja. Hoi, mijn naam is Irina Entrop en ik werk bij de gemeente Eindhoven als specialist digitalisering. En wij doen samen, geven wij deze presentatie. Even kijken naar de volgende. Ja. Nou, om even kort te beginnen met de aanpak van ons project. Ik ben projectleider omgevingsplan en mijn taak is ervoor te zorgen dat onze gemeenten klaar zijn voor de inwerkingtreding van de omgevingswet en ook weten wat ons te wachten staat met het omgevingsplan. Maar daarvoor hebben wij een project opgezet, dat loopt inmiddels al zo'n 3 jaar, waarin we een aantal onderdelen hebben opgepakt. En ja, eigenlijk het belangrijkste onderdeel is het omgevingsplan in de praktijk. Waar lopen we nou tegenaan als we aan de slag gaan met het opstellen van een omgevingsplan? Een soort botsproef. Vandaar dit vierde onderdeel wat hier is uitgelicht. En wat dus nu concreet resulteert in het werkplaats omgevingsplan Oud-Woensel. Over de andere onderdelen kan ik ook nog van alles vertellen, maar daar is helaas nu de tijd te kort voor. Nou. Het omgevingsplan Oud-Woensel hebben we in eerste instantie heel breed aangevlogen. Er zit al een heel voortraject achter. We hebben een aantal themasessies georganiseerd in 2019 en 2020, waarin we diverse onderwerpen over de fysieke leefomgeving voorbij hebben laten komen. Die zijn voortgekomen uit onze omgevingsvisie, waarin we een aantal stedelijke opgaven hebben geformuleerd. En al die hoofdthema's hebben wij behandeld in sessies waarin we mensen vanuit beleid een pitch hebben laten houden. Van hoe zien zij nou bepaalde beleidsopgaven en ambities in dit gebied voorbij komen? En wat betekent dat voor de opzet van je omgevingsplan? Nou, dat hebben we zo per thema voorbij laten komen, ook met een aantal ketenpartners. Nou, dat heeft heel veel opbrengst gegeven. Maar vervolgens was de vraag hoe nu verder? Nou, dat was toen een behoorlijke hoeveelheid informatie. En toen kwam in één keer afgelopen half jaar, eigenlijk misschien rond september, oktober, in één keer de VNG bij ons aan van hey, we hebben de kans om jullie mee te laten doen aan de werkplaats van de VNG voor het opstellen van de omgevingsplan. En dat was eigenlijk voor ons een hele mooie kans om alle opbrengst die we hebben opgehaald in die themasessies ook nu concreet te gebruiken voor het opstellen van een omgevingsplan. Nou, we hebben aan het begin wel gelijk gezien van ja, willen we dit in een korte tijd tot een goed resultaat brengen, dan moeten we wel die opdracht inkaderen. De VNG die gaf ons ondersteuning voor een kwartaal, was de instantie. Dus we hebben ons beperkt tot 3 hoofduitgangspunten. We gaan ervoor een beleidsneutrale overgang. We gaan ons in eerste instantie richten op het omzetten van de regels in een bestemmingsplan. We hanteren het VNG Casco als basis, het Casco voor het omgevingsplan. En we hebben inmiddels een eigen softwarepakket, RxBase. Dat gebruiken we om ook het plan op te stellen. Nou, een doel wilden we ook gelijk aan het begin al formuleren. En dat was echt om een stukje omgevingsplan op te stellen voor het gebied Oud-Woensel, wat we kunnen publiceren in de DSO. Maar tegelijkertijd alles wat we merken en tegenkomen kunnen we gaan gebruiken voor een handboek. Wat we gaan gebruiken voor allerlei omgevingsplanwijzigingen die de komende tijd gaan gebeuren voor allerlei projecten. Maar tegelijkertijd ook ervaringen die we opdoen kunnen we ook weer teruggeven aan onze softwareleverancier. Om de software nog weer wat beter te maken. En het DSO nog wat te helpen verbeteren. Want ook daarin is nog wel wat winst te halen. Nou, het gebied Oud-Woensel, even een kort een overzicht. Mensen die bekend zijn in Eindhoven kennen het, maar misschien niet iedereen. Maar het is een gebied wat tegen het centrum aan ligt. Hier rechts onderin ligt het busstation bij het station. Dus het ligt echt tegen het centrum aan. Het is een heel divers gebied. Met een centraal historisch lint, met een markt. Allerlei winkels, horeca, woningen. Nou, van alles wat je eigenlijk in een stad tegenkomt in een overzichtelijk gebied. Toch nog zo'n 56 hectare. Nou, hier wat cijfers wat we allemaal tegenkomen aan geldende plannen. Kortom, een gebied waar eigenlijk van alles voortkomt. En wat ook eigenlijk een ideale oefencase vormt, ook voor ons om te oefenen met opstellen van regels. En waar je allemaal tegenaan gaat komen.
De aanpak, ja, dat is dan echt de vraag van hoe ga je dat nou praktisch aanvliegen? Wij hebben natuurlijk ook te maken met de coronasituatie, wat het nog eens extra lastig maakt. Gelukkig hebben wij het voor elkaar gekregen om voor dit project een uitzondering te krijgen en wekelijks bij elkaar te mogen zitten met een projectteam. Een projectteam wat bestaat uit een aantal teamleden afkomstig uit verschillende afdelingen die straks te maken gaan krijgen met het omgevingsplan. Nou, niet alleen RO, maar juist ook mensen die gaan handhaven of vergunningen gaan verlenen. Juist die input is ook heel erg belangrijk om bij het opstellen van het plan al mee te nemen. Nou, we hebben echt een heel goed team bij elkaar kunnen krijgen, wat heel enthousiast elke week bij elkaar kwam, wel 2 keer een halve dag. En we hebben heel praktisch gewoon stuk voor stuk taken per sessie besproken, gekeken van wat kunnen we oppakken, welke regels kunnen we gaan opstellen. En daar komt ook heel plat gezegd neer op gezamenlijk een regel opstellen en meedenken van hoe kun je die nou het best formuleren. Hoe werkt het als je zo'n regel in de software invoert? Maar ja, de vraag natuurlijk vooral van, je hebt nu een regel, een bestemmingsplan. Hoe gaat dat eruit zien in een omgevingsplan? Wat is het verschil? Nou, en je merkt gewoon bij het opstellen, bij het werken aan dat plan, er komen allerlei discussies, ook ideeën van, ja, waarom hebben we die regels wel? Moet het niet anders geregeld worden? Nou, daar moet je ook vrij duidelijk in zijn. Ja, we hebben nu eenmaal die regels, laten die nu wel vasthouden, want het is nu geen opgave om regels te laten verwijderen, te laten vervallen. Maar heel leerzaam om juist met een groep bij elkaar te zitten en echt die discussies aan te gaan. En ja, we hebben allemaal te maken met de thuiswerkregels, maar als het even kan, ga echt fysiek bij elkaar zitten, want dat is echt, echt wel meerwaarde. Bas, ik grijp heel eventjes en ik zie een vraag op in de chat. Iemand zegt, ik mis de regelanalist omgevingswet in het team. Kan je daar wat meer over zeggen? Van, is die rol bij iemand anders ondergebracht? Ja, dat is even de vraag wat je daar precies mee bedoelt, maar op dit moment missen wij hem niet. En misschien heeft dat te maken met toepasbare regels. Dat zou kunnen. En daarvan hebben we gekozen dat we die nog niet gaan oppakken. Het opstellen van toepasbare regels. Wij beperken ons nu tot het opstellen van juridische regels. Oh, want oké. Sorry. Claire hier. Uit gemeente Leiden. Voorburg, de regelanalist. Maar nee. Want als je natuurlijk al bezig bent met... met beleid of het opstellen van de juridische regels, dan is het handig als er ook iemand erbij is die de toepasbare regels opstelt. Want dan kan je al kijken, ja, dan kan je daar al mee rekening houden, zeg maar, wat wel en niet toepasbaar is. Maar dat is een keuze. Je kan zelf kiezen inderdaad hoe je je team samenstelt. Maar jullie dan, dat komt later in het proces dan bij jullie. Nou, jullie stellen eerst de juridische regels op en dan gaan jullie kijken of het toepasbaar is. Gemaakt kan worden. Juist, dat is inderdaad de aanpak. We zorgen ervoor dat alle juridische regels geannoteerd worden. Daar zal Irina straks nog wat meer over kunnen vertellen. Zodat ieder moment straks nog vragenbomen ontwikkeld kunnen worden en toepasbare regels. En heel praktisch, we hebben op dit moment niet voldoende capaciteit om ook al aan de slag te gaan met toepasbare regels. Vandaar dat we ons nu beperken tot juridische regels. Oké, maar dan heb je kans dus dat je dan achteraf toch nog dingen weer moet aanpassen, omdat die juridische toepasbare regels dan, omdat het misschien of niet toepasbaar te maken is. Ja, wij doen het anders. Wij doen eerst, wij kijken naar het beleid en dan kijken we van, goh, is het voor de inwoner, is dat handig of niet? Dan kunnen we het aanpassen niet, er zitten alle disciplines bij elkaar. En dan, want ja, want je hebt die toepasbare regels heb je nodig. Anders heb je een heel mooi omgevingsplan. Maar ja, dan kan je er niks mee als die toepasbare regels niet goed werken, zeg ja, maar. Ja, het is precies waar je prioriteit legt. Wij hanteren in dit moment de juridische regels. Want dat blijft natuurlijk wel het juridische toetsinstrument. Toepasbare regels is een extra service ook naar buiten toe. Om ook ja, wat makkelijker vergunningchecks bijvoorbeeld aan te bieden. Op dit moment hebben wij die ambitie niet als gemeente, dat zeg ik ook eerlijk, ook vanwege de capaciteit. Maar ja, we hopen dat we in de toekomst wel te kunnen uitbreiden. En wellicht moeten we dan ook weer juridische regels gaan aanpassen. Maar we hopen het nu zo goed mogelijk voor te bereiden. Oké. Dus dat is net de keuze die je hebt als gemeente. Dank je. Ja. Ik ga even verder met mijn verhaal. Als er nog dringende vragen zijn tussendoor, zet ze in de chat, dan besteden we er even aandacht aan.
Even kijken wat ik hier nog van wil melden. De laatste bullet, intervisiesessie, maakte onderdeel uit van de VNG-werkplaats. Was ook heel leerzaam om een aantal andere gemeentes ook te zien die ook bezig zijn geweest met de werkplaats en van elkaar ook ervaringen te kunnen uitwisselen. En ja, daar hebben we nu nog wat contact aan overgehouden en daar gaan we nog zelf nu mee verder. In het kort, een aantal resultaten. Irina zal daar nog praktisch wat laten zien, maar ik ga op hoofdlijnen even laten zien wat het nou ons heeft opgeleverd en ook mogelijk voor jullie heel interessant kan zijn. In de eerste plaats, ja, we hebben het VNG-casco gehanteerd als uitgangspunt, maar we merkten eigenlijk bij het opstellen van de regels dat er toch nog wel wat wensen en wijzigingen van onze kant ook in zitten. Dus we hebben eigenlijk het casco zo ingericht dat het nu een Eindhovens casco-omgevingsplan is. Dus dat kunnen we heel goed gaan gebruiken voor omgevingsplanwijzigingen straks voor projecten. Dan zet ik hier in het kort 5 inhoudelijke resultaten, waar we dadelijk nog wat meer over gaan zien. We hebben inzicht in de verschil en gebruik van functies en activiteiten. Met eigenlijk gelijk onze keus, wij richten ons nu alleen op het regelen van activiteiten. We zijn achtergekomen dat bij de formulering van artikelen dat het heel erg belangrijk gaat zijn dat je activiteiten zoveel mogelijk gaat opknippen. Dus zo specifiek mogelijk artikelen gaat opstellen. De integratie van de bruidschat is een onderwerp op zich. Daar is nu op dit moment zelfs een aparte werkplaats voor gestart. Dus dat is nog een behoorlijke opgave om die bruidschat ook in je omgevingsplan, ook alleen al technisch, in te voegen. We hebben ook al een aantal beleidsregels in het plan opgenomen. Dat was ook al een hele puzzel van hoe ga je nou echt regels integreren in zo'n omgevingsplan vanuit beleidsregels. En we hebben heel veel inzicht gekregen in de werking van software en ook het publiceren in de DSO. En met alle problemen die er momenteel nog wel af en toe bij spelen. Mooi. Even verder als er nog geen belangrijke vragen zijn. DSO, Digitaal Stelsel, Omgevingswet. En niet in de laatste plaats, de regels die we opstellen, hè, dat heeft ook te maken met ons multidisciplinaire projectteam, zijn ook begrijpelijk en uitvoerbaar voor de verschillende afdelingen die ermee moeten gaan werken. Niet onbelangrijk, want iedereen moet ook straks kunnen werken met het omgevingsplan. Nou, Irina zal vanaf nu wat verder gaan vertellen over de resultaten. Ik weet niet of er tot nu toe nog vragen zijn over dit deel van de presentatie. Ik zie nog wel een aantal vragen in de chat, Bas. Okay, is er een rol voor een omgevingsteam weggelegd? Goeie vraag. Die hopen we binnenkort ook weer te gaan uitnodigen. Want inderdaad, ook milieuregels, milieubelastende activiteiten moeten ook een plek krijgen in het omgevingsplan. En dat is inderdaad bij ons ook in beheer bij de omgevingsdienst. Dus die nodigen wij ook uit om mee te denken van hoe komt nou dat deel goed in het omgevingsplan terecht. En er zitten ook heel veel raakvlakken met de integratie van de bruidschat. Dus dat wordt ook een onderdeel van die puzzel die we nog moeten gaan leggen. Ja, dankjewel. En ik zie hier ook nog eentje. Hoe verhoudt het beleidsneutraal omzetten van bestemmingsplanregels zich door het criterium van een evenwichtige toedeling van functies? Nou, dat is een hele specifieke. Daar heb ik niet denk ik zo meteen een antwoord op. We hebben ons nu wel echt beperkt tot het omzetten van bestemmingsplanregels. Ervan uitgaande dat die nog steeds, die zijn natuurlijk opgesteld vanuit de goede ruimtelijke ordening, dat het nog steeds ook straks onder de omgevingswet haalbaar is. Omgevingsplan is in eerste instantie ook een verzameling van bestemmingsplannen. Dus daar gaan we nu maar even vanuit dat dat ook gewoon dan overeind blijft. Maar ja, dat zal ook in de loop van de tijd naar bijvoorbeeld jurisprudentie verder duidelijk worden, denk ik. Of daar toch nog wat in gewijzigd moet worden. Op dit moment hebben we denk ik niet te veel anders dan daaraan vasthouden wat we nu hebben. Dus proberen we dat zo praktisch mogelijk maar aan te vliegen. Oké. Ik zie hier nog, wat is DSO? Ja, dat zei je net ook al, Digitaal Stelsel-Omgevingswet. Ja. En nog een vraag, met de resultaten die je noemt, hoe ver vinden jullie dat jullie zijn met het omgevingsplan? Als je bijvoorbeeld denkt in een percentage. Goeie vraag van Roel. Dan moet je denk kijken naar wat wij zien als standaard. Want ja, het omgevingsplan voor het hele grondgebied is natuurlijk nog lang niet. Het is pas het eerste stukje omgevingsplan wat we aan het opbouwen zijn. Maar voor de standaard denk ik dat we misschien wel 80 tot 90% wel bekend hebben. Durf ik wel zo te zeggen.
Ik hoop dat Irina dat ook kan bevestigen, maar we hebben al zoveel nu wel duidelijk dat we daar in ieder geval wel de praktijk mee in kunnen. Ja, dat klopt. En even een aanvulling daarop. We proberen een soort van setje van regels te maken, hè? Een basisset van regels om te starten als straks de omgevingswet in werking treedt, zodat we daaruit kunnen putten om het zeg maar uit te breiden. We zijn natuurlijk nu heel specifiek in een gebied aan het kijken waar bepaalde bestemmingen gelden, regels gelden. En die zijn wat omzet met de bedoeling dat het uiteindelijk een soort groeiproces is voor de regels. Ja, dat is een beetje wat we... Ik zag ook nog een vraag over de verordeningen. We hebben ook nog, los van dit projectgroep, een projectgroep voor de verordeningen. Daar zijn we een aantal gemeentelijke verordeningen aan het bekijken om daar de onderwerp voor de fysieke leefomgeving uit te halen. En om die dadelijk te integreren in ons omgevingsplan waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is ook nog wat speelt los van dit groepje. Ja, goede aanvullingen. Ja. Ik zie ook wat vragen die vooral over de resultaten gaan. Dus ik denk dat het goed is dat Irina stokje overpakt. Ja, lijkt me goed. Dan gaan we daar kunnen we nog wat meer ingaan op de vragen. Ik wil even mijn beeld delen, Bas. Kan jij even ondelen? Dan kan ik delen. Ja. Dank je. Ik ga jullie eventjes meenemen in de resultaten, wat Bas net al zei. En dan even heel specifiek over waar wij nou voor gekozen hebben. En wat je dan terugziet in het omgevingsloket bij regels op de kaart. Een van de dingen wat Bas net ook vertelde, dat we vooral op de activiteiten richten. We hebben heel veel discussies gehad over het gebruik van functies. Wat houdt dat nou precies in? En dan heb ik het over de functie die in de gebiedsaanwijzing zit. Die gebiedsaanwijzing die zie je terug bij de gebiedsinfo in het digitale stelsel. Zoals je hier ziet is een voorbeeldje van detailhandel die we hadden opgenomen als functie om een test te doen. Als je dan het verschil ziet, als je er dan nog een functie aanduidt, bijvoorbeeld woongebied, dan zie je dat die gebieden over elkaar heen gaan liggen. De functie aan zich als gebiedsaanwijzing vertelt iets over een gebied. En hoe we het nu hebben gedaan is in feite eigenlijk de enkelbestemmingen omgezet in een functie. Nou, en toen kwamen we er eigenlijk al heel snel achter dat het niet heel veel toevoegt aan je juridische regel. Omdat je veel meer moet denken vanuit een activiteit. Je ziet wel dat heel veel gemeenten hier ook mee worstelen. En dat het toch wel vaak wordt gezegd van het is fijn om een opgevulde kleur te hebben. Dat je een soort van bestemmingsplankaart nog genereert. Maar wij waren tot de conclusie gekomen dat als je de gebiedsaanwijzing functie gebruikt om je bestemmingsplankaart te duiden, dat het niet veel toevoegt. En dat je dan een beetje blijft hangen in je bestemmingsplan gedeelte. Dus wij wilden het eigenlijk niet zo gebruiken. Vandaar dat we hebben gezegd, we gaan functies niet gebruiken in eerste instantie, maar we gaan het echt concentreren op activiteiten. Een van de resultaten was ook, hoe gaan we die artikelen nou goed vormgeven? En dan bleek heel snel dat we veel meer moesten gaan opknippen. We zijn nu natuurlijk aan het oefenen in één klein gedeelte van ons grondgebied. Maar wel met het idee om een soort van standaardregels op te stellen. Eerst een voorbeeldje met het opknippen. Als het gaat ook om het annoteren van je activiteiten. Was de bestemming gemengd. Het gebied is heel erg... volgens mij zaten er 5 bestemmingen gemengd in. En in al die bestemmingen kwamen eigenlijk elke keer dezelfde soort activiteiten terug. Dus wonen, detailhandel, horeca. Wij kwamen er eigenlijk achter. Gemengd kun je eigenlijk niet meer gebruiken. Een activiteit gemengd bestaat niet, omdat er meerdere activiteiten in terugkomen. Vandaar dat wij de gemengde activiteit hebben opgeknipt in al die verschillende activiteiten. Waardoor je dus per artikel een activiteit hebt. Dit is een printscreen van RxBase, van Roxit. Dus de software die wij gebruiken om het omgevingsplan op te stellen. Dan zie je dus hier dat we bijvoorbeeld gebruiksactiviteit, we hebben het opgeknipt in gebruiksactiviteiten, ruimtelijke bouwactiviteiten, technische bouwactiviteiten. Dus dat is onze kapstok geworden. We hebben de kapstok van het CASCO aangehouden voor wat betreft de hoofdstukkenindeling. Hoofdstuk 4 is die aanwijzing van die gebieden, waar we dus nog een beetje over twijfelen wat we daarmee doen.
En hoofdstuk 5 is vooral de activiteiten. En wij zijn nu vooral aan het concentreren op hoofdstuk 5. En dan zie je dus dat we per gebruiksactiviteit een locatie hebben gekoppeld. Nou, die locatie moet je dus zelf wel aanmaken. Daar hebben we wel gebruik gemaakt van onze inbouwplannen. Die zitten ook in deze software. En de contouren van alle enkelbestemmingen, dubbelbestemming, functieinleiding, wat in je inbouwplan zit, die kun je in principe hergebruiken. Je moet ook wel kijken of het allemaal nog klopt qua begrenzing, maar die kan je dan gebruiken om te integreren hierin en die te koppelen als locatie aan een bepaalde activiteit. Dat annoteren, dat is zeg maar kenmerken aangeven bij je artikelen. Dus dan kan je activiteiten koppelen, je kan locatie koppelen, je kan gebiedsaanwijzing, normwaardes kan je koppelen. En dat is allemaal als doel, hè, dat annoteren is echt als doel voor het raadplegen in het DSO. We zijn heel erg druk bezig geweest om die annotaties ook voor elkaar te krijgen. En soms is het best wel lastig, hè, van waarvoor annoteer ik nou? Het is vooral ook, hè, raadplegen, maar dus ook dat je ziet op de kaart wat er gebeurt. Dus waar bepaalde juridische regels geldig zijn. Hier zie je voor degene, ik denk dat jullie allemaal al wel in de DSO hebben gekeken. Hier is ons omgevingsplan gepubliceerd. En daar zie je aan de linkerkant de regels en dan zie je die groene labeltjes en daaronder zijn de annotaties. Als je die openklapt, dan zie je dus waar het om gaat. Hè? Dus het gaat om regel voor iedereen. Dat is het omgevingsplan, de locatie die we hebben aangemaakt voor detailhandel en de activiteiten die daar gekoppeld zijn. Hier zie je dus dat de locatie komt altijd met een blauwige stippellijn, een lichtblauw opgekleurd, te zien. En het gaat er dus om die schuifjes die je aan- en uitzet. Wat ons opviel was in ieder geval, hè, als je gaat annoteren en bijvoorbeeld hier detailhandel begaande grond. Het is duidelijk, hè, dat het om die locaties gaat. En de activiteiten die wij hebben gekoppeld, die zie je hier. Alleen als je in DSO kijkt, zie je dat bij activiteiten eigenlijk een andere naam naar voren komt. Die naam die hier bij activiteiten staat, dat zijn de activiteitengroepen die je moet koppelen aan je activiteit. En die activiteitengroep, daar zit een symboolcode aangekoppeld en die symboolcode staat voor een bepaalde kleurarchering. Als je die dan openklapt, dan zie je je activiteiten die je hebt aangemaakt, zie je dan terug. He, onder die planologische gebruiksactiviteit bijvoorbeeld. Daar zie je dat we al die activiteiten die we hebben aangemaakt en gekoppeld, zie je daarin terug. He, dus dat is wel even ook een andere gedachte, omdat wij dachten van we gaan activiteiten koppelen. Hey, we zien er niet terug in het DSO, maar dan moet je even doorklikken, wil je de juiste activiteit naar voren zien te komen. Een ander voorbeeldje van het opknippen van artikelen was ook horeca. We hebben in het bestemmingsplan nu horeca een lijst van categorieën aangekoppeld. En dat zijn allemaal weer verschillende activiteiten. We hebben heel erg zitten twijfelen van gaan we dat ook opknippen? Ook vanwege het werk. Hè. In het begin is het best wel veel werk om al dat soort artikelen op te knippen en daar een regel aan te koppelen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we dit natuurlijk op meerdere plekken kunnen gaan toepassen. Dus al die regels die we nu hebben opgeknipt in artikelen, die artikelen zijn een soort van basisset en die kunnen we straks met het opbouwen van het hele omgevingsplan binnen ons ambtsgebied, om die dan vervolgens te koppelen aan verschillende locaties binnen onze gemeente. Hier zie je dus inderdaad een hele lijst van horeca. Wat je ook ziet is in dit gebied dat er heel veel specifiek geregeld is. Hè? Dus bepaalde activiteiten alleen op begaande grond. Dus soms is het begaande grond en eerste verdieping. Soms is het hele gebouw. Juist deze plek is het eigenlijk wel heel goed dat we deze hebben gekozen. Omdat je dat soort specifieke dingen tegenkomt. Het is natuurlijk de vraag of je dat wil behouden. Hè? Bij ons is gekozen om beleidsneutraal over te gaan. Dat betekent dus ook dat wij in eerste instantie dit niet kunnen versoepelen of veel meer algemeen maken, omdat je dan de bestemmingsplanregels te veel gaat opknippen ook. Als laatste voorbeeldje maatschappelijk. Maatschappelijk is ook zo'n eigenlijk een enkelbestemming die ook uit meerdere activiteiten bestaat.
Hier kwamen we eigenlijk achter omdat we ook bepaalde sessies nog hebben uitgebreid naar de juristengroep van de RO-afdeling. Daarin hebben we toegelicht waar we mee bezig waren, ja, omdat we nu met een klein clubje bezig zijn. En toen kwam inderdaad de vraag van, hey, maar hè, maatschappelijk is in feite ook een activiteit waar meerdere soorten activiteiten in zitten. Hè? Het kan educatief, medisch of sociaal-cultureel. Als je dat onder één noemer blijft houden, hè, dan is er dus ook van alles mogelijk. Nou, de vraag was, gaan we dat doen, ja of nee? Voor nu hebben we besloten om het ook op te knippen, omdat er gewoon bepaalde educatieve gebouwen zijn waar je misschien niet een sociaal-cultureel activiteit wil. Zou kunnen, dus we hebben het opgeknipt. Nou, hier zie je dus echt aan de linkerkant zie je een grote lijst, hè, van activiteiten die nu al ontstaan in dit kleine gebied. Nou ja, wij hopen in ieder geval voor de toekomst dat dit ons gaat helpen om de rest van de gemeente Eindhoven op te vullen. De locaties, hè, die je moet aanmaken, dat is misschien nog wel even een goeie. Dat is ook in feite een annotatie die je doet. Hè. Deze activiteitsregel is geldig op een bepaalde locatie. Maar al die locaties moeten natuurlijk wel opnieuw in feite opgemaakt worden. Ook dat is best wel wat werk. En uiteindelijk is het ook wel, we moeten ook gewoon nadenken van hoe ga je dat nou beheren. Straks met de ingang van de omgevingswet ga je een stuk omgevingsplan. Tenminste, wij gaan het gebiedsgewijs doen. Hè? Dus wij willen per gebied gaan kijken, hè? Welke locaties zitten hier en welke activiteiten koppelen we daaraan. Maar goed, als je dat publiceert en vervolgens over een paar jaar wordt er een locatie aangepast of daar komt een locatie bij, dan moet je toch ook een soort van versiebeheer daarop uitoefenen. Nou, daar zijn we ook nog aan het over nadenken van hoe gaan we dat doen, wie gaat dat doen in de organisatie, hè, en welk pakket gaan we dat doen. Dat is ook een ding waar je over moet nadenken. De integratie van de bruidschat, Bas vertelde het net ook al, daar hebben we ook wat discussies over gehad. De bruidschat zit natuurlijk nu in het digitale stelsel in hoofdstuk 22. Elke gemeente krijgt die cadeau van het Rijk en die staat met ingang van de wet in hoofdstuk 22. En wij waren gewoon aan het kijken van hey, hoe kunnen we dat nou implementeren in onze regels, hè, die we tot nu toe hebben qua gebruiksregels, bouwen, activiteit. En hoe ga je dat nou overhevelen uiteindelijk? Hè? We zitten nu natuurlijk nog in een oefenomgeving. Maar straks met inwerkingtreding van de wet is die bruidschat in principe je eerste initiële besluit. En ga je in feite je bruidschat aanpassen. Wij wisten eigenlijk nog niet zo heel goed van hoe kun je dat nou verwijderen uit de bruidschat en integreren in je omgevingsplan. En hoe werkt dat straks? Ga je verwijzen of ga je... kun je echt dingen weghalen? Nou, volgens mij was het antwoord nu, maar dat kan alweer veranderd zijn, tenminste met onze werkplaats, dat nog niet helemaal duidelijk was hoe je nou regels uit de bruidschat kon verwijderen, omdat dat ook weer te maken heeft met de toepasbare regels en de functionele structuur in die RTR. Dus dat is voor ons eigenlijk nog wel een vraagstuk die leeft. Volgens mij is er een werkplaats die gaat komen. Of daar zijn ze nu mee bezig bij de gemeente Amersfoort om te kijken hoe de bruidschat geïntegreerd kan worden in het omgevingsplan. Dus daar zijn wij ook heel benieuwd naar wat daar uiteindelijk uitkomt. De resultaten. Als je dan gaat kijken van hè, wat levert het op. Ook het raadplegen in het DSO. Met het oefenen ben je heel afhankelijk van je softwarepakket. Hè, hoe het is ontwikkeld, hoe ver ze zijn. Wij merkten ook wel dat je toch als gemeente op dit moment nog steeds niet helemaal zelf goed kunt oefenen. Omdat je met validatie vaak foutmeldingen krijgt die vrij technisch van aard zijn. Dat je toch nog heel erg afhankelijk bent van je softwarepakket, hoe ze dat hebben ingedeeld. En hoe ver ze je daarmee kunnen helpen. Ik heb heel vaak nog met Rockshit moeten overleggen. En zij hebben mij heel vaak moeten helpen om toch nog goed te kunnen publiceren. Er waren wat technische problemen tijdens onze werkplaats. Vanuit het DSO en de software. Tenminste, die connectie werkte niet helemaal goed. Waardoor wij bijna 7 weken niet hebben kunnen publiceren. Dat heeft natuurlijk wel effect op je oefenperiode. Dat is gelukkig nu wel opgelost. Maar ja...
het is wel lastig, hè, omdat je als je echt bezig bent met je inhoud is één ding, maar de annotaties en hè, de zichtbaarheid op het DSO, daar moet je toch eerst kunnen publiceren en vervolgens goed kunnen raadplegen. Nou, in januari bleek dat er in Noord-Brabant een probleem was met het raadplegen in het DSO van de omgevingsplannen. Nou, dat heeft ook alweer bijna 4 weken geduurd. En dat, ja, dat vind ik wel zorgelijk, hè, dat het op dit moment, we hebben nog 5 maanden, het werkt nu gelukkig allemaal weer, maar dat soort dingetjes, hè, de afhankelijkheid van je softwarepakketten, ontwikkelingen, de technische problemen overal, ja, dat maakt het wel lastig om echt goed te kunnen oefenen en goed te zien wat de resultaten zijn. Nou ja, zoals al eerder gezegd, de annotaties zijn gewoon heel erg belangrijk. Het geeft je een goed beeld en het helpt de raadpleger om de informatie goed te kunnen vinden. Zou je daar misschien nog wat over kunnen aanvullen? Want er komen een paar vragen ook binnen over hoe die annotaties ook doorwerken in de RTR en de mogelijkheid om toepasbare regels te koppelen. Ja, de annotaties die je doet voor je omgevingsplan, hè, die zijn eigenlijk volgens mij voor 3 doeleinden. Het filteren, hè, in de regels op de kaart, op activiteiten zoeken bijvoorbeeld, het tonen in de kaart, hè, regels op de kaart, dus dat je op je kaart in ieder geval nou ja, een plek ziet waar wat geldig is, en de koppeling met de toepasbare regels. Met het annoteren kun je ook een activiteit regelkwalificatie selecteren. En dat betekent dat je daarmee aangeeft dat het om een vergunningplicht gaat, een meldplicht, een verbod. Daar is een lijstje gekoppeld vanuit de waardenlijsten. En die zitten in de software en daar kan je dan een keuze uit maken. Dus als jij een regel hebt waarin je zegt van nou, het is verboden om zonder omgevingsvergunning ergens te bouwen bijvoorbeeld, dan kan je die koppeling maken met de vergunningplicht. En doordat je die koppeling maakt, komt er een automatisch vanuit het DSO, komt die in de registratie voor toepasbare regels terecht. Hè, dat is die functionele structuur, dat kan je zien bij de RTR. En dan kun je dus zien waar die terechtkomt in jouw omgevingsplan. En vanuit daar kun je dan met je software voor de toepasbare regels, kun je daar ook weer een koppeling mee maken. Bij ons is RxSpace gekoppeld met de STTR-beelden van Flow Legal. Dat zijn pakketten die met elkaar praten. Het zijn natuurlijk meerdere pakketten die die uitwisseling mogelijk maken. En daardoor kan je dus met je toepasbare regel, die moet je dan wel weer opnieuw zelf aanmaken. Hè. Het is niet zo dat als je een omgevingsplan aanzet van nee, ik maak een koppeling met die vergunningplicht, dat je dan automatisch in je RTR een soort van toepasbare regel maakt. Daar moet je wel zelf een toepasbare regel voor maken. Hè? Dus dan ja, heb ik een vergunning nodig om te bouwen. Dat is heel simpel, dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar daar maak je dan aan van nou ja, een vergunningplicht en daar maak je die vragenboom dan voor. En dan kan je een koppeling maken met je juridische regel en het werkingsgebied wat daar aangekoppeld is. Ja. Er zijn nog een paar vragen binnengekomen over het opknippen van activiteiten. Ruud vraagt opknippen, maar ik zag bij dit artikel heel veel verschillende activiteiten. Was dit een algemeen artikel? Waarschijnlijk was dat het voorbeeld wat je liet zien met alle verschillende activiteiten van horeca bijvoorbeeld onder elkaar. Maar dat zijn dus allemaal aparte artikelen, Ruud. Dus dat is niet één artikel. Dat is, het is misschien één schermafbeelding, maar het zijn losse artikelen. En voor maatschappelijk is de vraag van, was er een probleem dat alles mogelijk was? Want dat was in het huidige bestemmingsplan toch ook zo? Ja, dat klopt. Nou ja, goed, dat was de hele discussie. Is het een probleem dat dat mag, hè? Dat er al die activiteiten mogelijk zijn? Volgens mij waren er wel voorbeelden in Eindhoven waarvan we dachten, van, ja, dat willen we eigenlijk niet, hè? Ja. Hè, bijvoorbeeld een moskee, wil je die overal hebben? Of Nou, sportvoorzieningen en een kerk bijvoorbeeld, dat ja, is mogelijk. Ja, dat was ook een ding wat nu ontstaat en wat we eigenlijk niet wilden. Dus, hè, dus er waren wel wat voorbeelden die naar voren kwamen van, ja, we willen misschien niet overal. Maar het kan natuurlijk zijn dat je op een locatie al die maatschappelijke activiteiten wel koppelt. Dat kan, als je het wel alles mogelijk wil maken. Dus het is gewoon een keuze. Ja.
Even kijken, dan nog een paar vragen. We hebben nog 5 minuten, dus we zijn bijna richting afronding. Hoe ervaren jullie de raadpleegbaarheid voor ons als professionals, maar ook voor de inwoners, naar deze manier van informatie en regels ordenen? Ja, houdt ook samen met de werking van DSO natuurlijk. Ja. Ja, de regels op de kaart is waarschijnlijk toch wel een soort van stukje wat meer voor de professionals bedoeld is. En dan is het af en toe nog lastig hoor, om de juiste informatie te vinden. Dat geef ik ook toe. Vind ik zelf ook. Ze zijn nog steeds bezig met de ontwikkeling van de Fioren, dus daar komt wel verbetering in. Ik denk dat de burger 9 van de 10 keer naar de vergunningchecker gaat. Hè, waardoor je dus ook weer op de belangrijkheid van je toepasbare regels terugkomt. Hoe je je dienstverlening daarin doet. Toepasbare regels blijft niet verplicht. Hè? Net zoals de annotaties eigenlijk niet verplicht zijn. Het is allemaal dienstverlening. Ik ben het ermee eens dat de toepasbare regels heel belangrijk zijn. Maar wij hebben gewoon een capaciteitsprobleem. En we hebben gewoon nu geen regelanalist om dat op te pakken. Ik zou het heel graag willen. En ik zie ook echt wel de voordelen ervan. Alleen ja, wij hebben er gewoon op dit moment geen mensen voor, dus dat maakt het lastig. Ja. Ik ga nog even de laatste 2 sheets laten zien, want ik kan helaas niet meer alle vragen beantwoorden, maar zo is dadelijk de tijd op, dus dat wil ik toch nog even meegeven. Een korte blik op het vervolg, want ja, de werkplaats was voor ons eigenlijk zo succesvol dat we dachten van dit willen we heel graag doorzetten om toch met ons projectteam door te gaan. Dus de VNG die is inmiddels niet meer aangehaakt. Die konden we inderdaad wel wekelijks eerst raadplegen. En ja, als het nog een keer nodig is, kan het altijd nog. Maar in principe gaan wij nu binnen de gemeente zelf door. Wat uiteindelijk ook leidt tot een omgevingsplan wat we uiteindelijk ook in procedure willen gaan brengen. Maar vooral de eerste tijd om kennis ook intern te kunnen delen. En natuurlijk alle input gaan gebruiken voor ons handboek. Wat heel erg belangrijk gaat worden deze maanden al. En aanloop al naar de wet gaan er steeds meer initiatiefnemers komen met een wijziging omgevingsplan. In juli staat nog steeds in de agenda. Maar de vraag is natuurlijk nog steeds, blijft die hard? Of wordt het toch nog weer een keer uitstel? Dat zullen wij ook moeten gaan afwachten. En tot slot wil ik u nog een paar tips meegeven. Mochten jullie zelf aan de slag willen gaan met een werkplaats, eigenlijk alles wat hiervoor is aangegeven, neem het mee in jullie eigen aanpak. Maar daarbij wil ik zeker aangeven dat je echt beschikking moet hebben over een eigen softwarepakket. Dat heb je gewoon nodig. Wat ik ook al een paar keer heb aangegeven, zorg voor een inkadering vooraf. De omgevingsraad maakt eigenlijk van alles mogelijk. Er zitten allerlei kansen, ambities kun je allemaal waarmaken. Alleen als je niet uitkijkt, maak je je project enorm breed en weet je eigenlijk niet meer wat je aan het oppakken bent. Dus zorg voor een duidelijke inkadering, ook richting bestuurder. Vandaar ook mijn laatste punt waar ik aangeef, we creëren een veilige oefenomgeving. Zeker dit gebied Oud-Woensel staat momenteel behoorlijk in de belangstelling, omdat er ook allerlei opgaven spelen vanuit leefbaarheid en veiligheid. Ja, dan is natuurlijk heel snel de link gelegd met ons omgevingsplan, want dat gaat alles wel oplossen. Nou ja, daar moet ik ook steeds terugleggen. Het is nu alleen een intern oefenplan. Parallel hieraan worden allerlei acties in gang gezet om misschien wel op een gegeven moment ook het omgevingsplan uit te breiden of aan te passen, zodat ook op die opgave ook straks een oplossing gevonden kan worden als de plan en procedure gaat. Maar op dit moment beperken wij ons echt tot het omzetten van bestemmingsplanregels. Om gewoon voor onszelf het in de vingers te krijgen en mee te leren werken met het instrument. En dat vonden wij op dit moment het belangrijkste. En zorg ook voor iemand intern die het proces trekt. Ook als je met de VNG aanhaakt. Ja, die zullen echt wekelijks kunnen sparren. Maar het is noodzakelijk dat je intern ook iemand hebt die de mensen bij elkaar brengt. Bijeenkomsten organiseert. En ja, ook wat leidraad geeft aan het proces. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. En ga ook vooral het avontuur aan, want dat is het eigenlijk. Het is een zoektocht. En ja, gaat zeker wel tot resultaten leiden die je ook intern zeker kunt gaan delen. Dat is eigenlijk ons verhaal. Ja, er zullen vast nog wel vragen zijn die niet beantwoord zijn. Daar hebben we helaas nu ook geen tijd voor. Maar we hopen in ieder geval dat jullie allemaal heel enthousiast hebben gemaakt om in ieder geval aan de slag te gaan met het omgevingsplan. En ja, dat heb ik laten zien dat er zeker kansen liggen om echt gewoon al iets te kunnen doen. Ook al is het nog veel onduidelijk, er liggen ook echt heel veel dingen al wel die bekend zijn. En pak die vooral aan. Dus succes allemaal.